elke keer opnieuw, dan kom je weer mensen tegen die zeggen goed gedaan en super goed idee ook. Dit is gewoon geweldig. Mooi gebouwd en allemaal mensen die zeggen dit is veel leuker dan de volwassenen. Een grote lading complimenten voor Timo en Winkler dus. Dat duurde zo lang. Vandaag keken de vrienden het programma nog een keer terug. Ja. In het verleden hebben de mensen afval naar de ruimte geschoten op deze planeet. En nu komen ze het weer ophalen om er brandstof van te maken. Gisteravond keken ze samen met hun hele klas naar de uitzending. De jongens moesten zelf heel lang geheim houden dat zij hadden gewonnen. De winnaars zijn... Timo en Winkler! Ze kregen deze enorme beker en ze mogen een jaar lang iedere maand voor 100 euro aan Lego kopen. Ja, echt geweldig. We moeten nog echt even landen, nog steeds. Ja, je realiseert het je eigenlijk gewoon niet tot het echt uitgezonden wordt. Genoeg napret dus. En geloof het of niet, Timo en Winkler hadden vandaag afgesproken om samen te... Doe jij het plateau dan? Ja. Juist. Ik doe en... de pilaren. Ik zit hier elke dag. En we proberen wel elke week in ieder geval een keer bij elkaar te spelen om te legoen. Ja, en dat lukt nu veel meer dan normaal. Ja. Ze bouwen allebei een paar uur per dag. En voor kinderen die net zo goed willen worden, hebben ze nog een aantal tips. Dus oefenen en veel lol hebben. Dat is vooral de tip. En lekker je fantasie weggebruiken en een keer je instructieboekje even wegleggen. Daar leer je niet echt iets van. Als je echt gewoon zelf aan de slag gaat. Als er een idee achter zit, dan kan het. Een beetje eigenwijs zijn eigenlijk. En dat deden ze ook met de prijs die ze hadden gekregen. Nou, dit is hem. De beker was eerst zo. En wij dachten van, de winnaars moeten erbij. Dus we hebben onszelf nagemaakt. Met het groep B uiteraard. Ja. Zie je dat die echt van ons is.